Ook in de derde periode van de Republiek, in de tijd van vorsten, pakken we de politiek en de religie weer samen, want opnieuw zijn die twee onlosmakelijk met elkaar verbonden. We beginnen in Engeland, bij een vrouw die we al eerder hebben gezien: uh, Koningin, Koningin Elisabeth I. En uh, nou ja, we kennen haar uit de vorige periode, uit het vorige hoofdstuk, als uh, de vorstin die het protestantisme uh, in Engeland doorvoerde, die de Anglicaanse kerk weer protestant maakte, maar die daardoor wel heel veel gedoe met uh, de katholieken had. Onder andere met die katholieke koning Philips II van Spanje, die in 1588 die armada erop uitstuurde. Dat doet hij acht jaar later opnieuw, in 1596, en daarop besluit Elizabeth I om een drievoudig verbond te sluiten tegen Spanje. Dat drievoudig verbond bestaat uit Engeland, Frankrijk en de Republiek. En uh, zij keren zich samen tegen Spanje en dat is natuurlijk goed voor Engeland want zo wordt die dreiging weer afgewend. Die tweede Spaanse armada die uh, brengt Philips II ook geen succes. Maar het is ook goed voor de Republiek want die Republiek die wordt nou eigenlijk voor het eerst in haar bestaan officieel erkend door twee landen. Door een bondgenootschap aan te gaan met die Republiek zeggen Engeland en Frankrijk eigenlijk tegen die opstandige gewesten... Wij accepteren jullie als een nieuw land, als nieuwe staat? Nou ja, die uh, dreiging van Spanje die wordt afgewend. Elisabeth zit nog een aantal jaren op de troon, maar in 1603 komt er toch een einde aan haar 45-jarig bewind. En dan wordt koning Jacobus I de koning van Engeland. En uh, nou ja, in deze periode gaat het niet meer zozeer om of een koning nou protestant of katholiek is. Nu gaan we ons iets meer weer op de politieke kant van het verhaal focussen. Wat doet die Jacobus I? Hij uh, besluit dat drievoudig verbond te verbreken, want hij sluit vrede met Spanje. Bovendien doet Frankrijk dat ook, en dan blijft er van dat drievoudig verbond voor de Republiek weinig over. Ze staan er weer alleen uh, tegenover Spanje, en ze moeten dus de Nederlandse opstand tegen Spanje weer alleen voortzetten. Nou, die Jacobus I, waarom is hij dan verder van belang? Eigenlijk vooral omdat hij probeert iets te doen waar ze in Engeland totaal niet blij mee zijn, namelijk het verkleinen van de macht van het parlement. Dat parlement had sinds de 12e eeuw al heel veel macht in Engeland en de koningen moesten daar altijd rekening mee houden. En hij probeert nu te regeren zonder parlement. Je kunt je voorstellen dat dat parlement daar niet blij mee is. Die vertegenwoordigers van de hoge, de adel en de steden, die vinden dat maar niet. Toch probeert Jacobus het parlement zo weinig mogelijk bij zijn beleid te betrekken. En ook zijn opvolger, koning Karel I, die zal het parlement nauwelijks bij elkaar roepen. Dat zorgt voor een heleboel spanningen, maar ondertussen eh, wordt het parlement elf jaar lang niet om advies gevraagd. Maar toch moet eh, Karel I op een gegeven moment om advies vragen aan het parlement. Eh, er is namelijk een opstand in Schotland, wat op dat moment bij Engeland hoort. En ja, daar moet hij legers naartoe sturen om daar eh, die opstand te onderdrukken. Maar ja, dat kost geld. Dus Karel I wil graag nieuwe belastingen heffen. En hij weet dat hij die belastingen niet zomaar kan gaan heffen, daarvoor moet hij het parlement om advies vragen. Nou ja, je kunt al raden wat dat parlement zegt. Die zijn het niet eens met het beleid van Karel I. En die willen meer inspraak hebben. Dus zij zeggen heel simpel: Wij staan die belastingverhoging niet toe. Het parlement weigert dus om de belasting te verhogen. Karel die voelt zich in het nauw gedreven door dat parlement. En hij ziet zijn macht afnemen, maar hij wil graag zelfstandig blijven regeren. En hij denkt: Als ik dan geen steun binnen mijn eigen landsgrenzen kan krijgen, dan kijk ik eens over de grens heen en hij gaat steun zoeken bij de Republiek. Um, wat doet hij namelijk? Hij laat Maria Stuart, zijn dochter, trouwen met de Willem II van Oranje. Dat gebeurt in 1641. En dat heeft twee gevolgen. Uh, namelijk het feit dat uh, Engeland en Spanje weer uiteen worden gedreven. Uh, want op dat moment is uh, de Republiek nog steeds in oorlog met Spanje. En het tweede gevolg is er voor de Republiek en dan vooral voor die familie van de Oranjes. Het aanzien van die familie neemt namelijk toe. Ze hebben nu een ingang bij het Engelse Koningshuis. En dat geeft hun heel veel aanzien in de Republiek, maar ook in de rest van Europa. Hiermee zijn de problemen voor Karel echter nog niet opgelost. Want uh, ja, hij gaat op een gegeven moment besluit om zijn tegenstanders in uh, het parlement om die op te gaan pakken, maar dat mislukt. En daardoor uh, breekt er een burgeroorlog uit tussen Karel I zijn legers en uh, de legers van de opstandelingen, en die staan onder leiding van Oliver Cromwell. Oliver Cromwell is een, een Puritein, een hele orthodoxe protestant. En hij weet zijn legers goed te leiden, want uiteindelijk verliest Karel de burgeroorlog, wordt hij opgepakt en uiteindelijk wordt hij in 1649 onthoofd. Maar hoe moet Engeland dan verder geregeerd worden? Nou, daar komt die Oliver Cromwell weer om de hoek kijken. Want Engeland is monarchie af, want Oliver Cromwell komt aan de, le aan de leiding van Engeland als Lord Protector, zoals dat heet. En Engeland is vanaf dat moment een republiek. Oké, okay, in Engeland zagen we in hoofdstuk 2 dus een periode van relatieve rust onder Elisabeth I. En zien we dat er daarna weer erg onrustig wordt met uh, die onthoofding van Karel I als uiteindelijke climax. In Frankrijk zagen we juist dat het in hoofdstuk 2 erg onrustig was. En daar zien we nu in hoofdstuk 3 de rust terugkeren. In Frankrijk zijn nog steeds die burgeroorlogen bezig tussen de katholieken en de protestanten. En een van die belangrijkste protestanten. De uh, Hugenoten werden die Franse protestanten dus ook wel genoemd. was nog steeds die Hendrik van Navarra. Die trouwde met die zus van de Franse koning. waarop die bloedbruiloft volgde. en hij uh, besloot uiteindelijk weer uit Parijs te vluchten. en uh, ging weer terug naar het zuiden. en de burgeroorlogen gingen alleen maar verder. Maar ja, hij was dus wel getrouwd. met de zus van de Franse koning. Dat maakte hem ook tot een van de troonopvolgers. Uiteindelijk wordt hij in 1589. Ook de nieuwe koning. Koning Hendrik IV van Frankrijk. Maar ja, dan zijn er dus een heleboel mensen in Frankrijk heel erg boos. Vooral de katholieken natuurlijk. Want nu zit er ineens een hugenoot, een protestant op de troon. En dat kan natuurlijk niet. Dat zorgt er alleen maar voor dat er uh, nog veel meer onrust komt. Uh, Philips II die bemoeit zich er ook mee. Die uh, geeft al de opdracht om uh, Spaanse troepen Frankrijk binnen te trekken. En Hendrik IV. Die is ook niet stom. Die zegt, Parijs dat is me eigenlijk ook wel een miswaard. Oftewel, ik wil best katholiek worden als ik daarmee de vrede bewaar. En voor de tweede keer laat hij Hendrik IV zich tot katholiek dopen. En dit keer zal hij het ook blijven. Ja, dit zorgt ervoor dat heel veel gematigde katholieken in Frankrijk hem nu wel als koning herkennen. En dat zorgt er ook voor dat het, uh, ja, dat het relatief rustig wordt in Frankrijk. Hij kan eindelijk gewoon Parijs winnen gaan en... In de jaren die uh, op zijn katholieke bekering volgen, sluiten er steeds meer edele uh, vrede met uh, die katholieke koning Hendrik IV. En in 1598 uh, neemt hij dan nog een heel belangrijke stap in dat hele conflict van die burgeroorlogen, want dan vaardigt Hendrik IV het edict van Nantes uit. Een document dat dus in de Franse stad Nantes wordt opgemaakt. Hier zien we een uh, exemplaar. En uh, de korte samenvatting zal ik je nu even geven. Wat staat er in dat edict van de hand? Het gaat uiteraard over de godsdienst, en er staat in dat Frankrijk een katholiek land is, maar dat de Franse protestanten, de Hugenoten, ook rechten hebben. En het is dus een soort compromis. In principe is Frankrijk katholiek, maar de Franse protestanten worden niet meer vervolgd. Er komt dus een zekere mate van godsdienstvrijheid, zou je kunnen zeggen. Nou, waarom vaardigt Hendrik IV dit edict uit? Twee redenen heeft hij daarvoor. Ten eerste. Wil hij hiermee een einde maken aan die godsdienstoorlogen? En dat lukt hem ook. De rust in Frankrijk keert eindelijk terug. En ten tweede wil hij ook uh, de opstandige edelen die er nog zijn. Uh, die wil hij ook achter zich krijgen. Want dan kan hij doorgaan met iets waar de Franse koningen al eeuwenlang mee bezig waren: met centralisatie van het bestuur. Maar nu is de rust op religieus gebied binnen Frankrijk wat teruggekeerd. In de rest van Europa waren ook genoeg religieuze conflicten. En daar krijgt de opvolger van Hendrik IV, de Franse koning Lodewijk XIII, mee te maken. Deze koning die laat zich bijstaan door kardinaal Richelieu. En uh, dat was zijn belangrijkste adviseur. En sommige mensen zeggen ook wel dat eigenlijk de Richelieu misschien wel de dienstheid maakte in Frankrijk. Het was in ieder geval een heel goede staatsman. Nou ja, tijdens het bewind van die Lodewijk XIII breken er in de Duitse gebieden weer nieuwe godsdiensttwisten uit en die komen bekend te staan als de Dertigjarige Oorlog. Tijdens dit conflict komen opnieuw katholieken en protestanten tegenover elkaar te staan. En ja, dan is de godsdienstvrede in Frankrijk wel redelijk bewaard, maar nu worden ze toch gedwongen om partij te kiezen. En je zou natuurlijk zeggen dat de Fransen partij kiezen voor de katholieken, maar dat doen ze juist niet. En dat heeft de volgende reden, namelijk dat de Spanjaarden, dat die al de katholieken gaan steunen. En dat is precies de reden waarom uh, de Fransen ervoor kiezen om niet de katholieken te steunen, maar juist de protestanten. Want het is niet zo dat Frankrijk nou uh, de protestanten per se zo goed vindt, maar ze doen dat vooral om Spanje dwars te zitten. Frankrijk had namelijk steeds meer het idee dat ze omsingeld werden door Spanje. En dat zien we hier ook op het kaartje. In het zuiden ligt eh, Spanje natuurlijk. In het noorden daar waren die Spaanse Nederlanden. Waar ondertussen die 80-jarige oorlog natuurlijk ook nog steeds bezig was. Maar eh, je ziet ook aan de oostgrens dat er een aantal gebieden zijn die in Spaanse handen zijn. En de Fransen waren bang dat eh, dat gebied aan de oostgrens door die 30-jarige oorlog en die bemoeienis van de Spanjaarden nog wel eens verder uitgebreid zou kunnen worden. Oké, okay, dus dat waren Engeland en Frankrijk. Nu even door naar de Republiek in die periode van 1588 tot 1648. En dat is een periode natuurlijk waarin nog steeds die 80-jarige oorlog bezig is. Maar voordat we daarna gaan kijken, gaan we even kijken naar de staatsinrichting van de Republiek. Hoe werd het bestuur nou eigenlijk ingedeeld in die nieuwe republiek? Want die werd immers in 1588 uh, werd die gesticht. En dan is meteen een heel belangrijke vraag. Waar ligt eigenlijk de soevereiniteit? Oftewel, wie heeft de hoogste macht? Wie heeft het laatste woord in het bestuur van de Republiek? En dat is de vraag waarover de mensen in de Republiek zich uh, buigen. Moet die soevereiniteit bij de Staten-generaal liggen? Of moet die soevereiniteit liggen bij een bepaalde landsheer? Of hebben de gewesten zelf altijd het laatste woord, de soevereiniteit dus? Nee, nou ja, daar wordt heel veel over gediscussieerd en uiteindelijk. Is het een regent uit Gouda, François Franken, die met de deductie van Franken komt? En een deductie, dat wil zoveel zeggen als een logische uh, gevolgtrekking. Ooit is er dit gebeurd, daarna is er dit gebeurd, en daarom is het nu zo. En dat was precies wat die Franken ook deed. Hij was dus een Goudse regent. Hij uh, woonde in het gewest Holland. En nou, zijn uh, redenering was eigenlijk heel simpel. Uh, eeuw geleden hadden de staten van Holland in dit geval de soevereiniteit aan uh, hun graaf gegeven. Die zien we hier. Maar, ja, dat was op een gegeven moment dus Philips II geworden, maar die hadden de gewesten dus als graaf van Holland afgezet. En daarmee namen zij de soevereiniteit weer zelf in handen en kwam de hoogste macht dus te liggen bij het gewest zelf, bij de gewestelijke staten. En dat was de deductie van Franken. Oké, okay, we hebben verklaard met dat plakkaat van Verlatingen dat wij die Philips II niet meer als land erkennen. herkennen. Dat betekent dus ook dat de landseer niet meer de hoogste macht heeft en dat de gewesten dat dus zelf hebben. En dat wordt uiteindelijk de basis van het bestuur van de Republiek. En daarmee wordt de Republiek een zogenaamde Statenbond. Een verzameling van zelfstandige gewesten, die allemaal een eigen bestuur hebben en eigen regels en wetten op mogen stellen, maar die wel samenwerken op bepaalde gebieden. En dat doen deze gewesten in de Staten-Generaal. En dat doen zij uh, vooral om naar het buitenland toe sterker te staan. Dan moet er wel samenwerking zijn, want dan heeft het geen zin als uh, gewesten afzonderlijk afspraken gaan maken met bijvoorbeeld Engeland of Frankrijk of Spanje of weet ik veel wat. Dus er moet samengewerkt worden via die Staten-Generaal. En dat doen ze vooral op twee gebieden. Aan de ene kant dus de buitenlandse politiek. Eén stem naar het buitenland toe. Daarmee staat die Republiek veel sterker dan dat ze dat dus afzonderlijk doen. En aan de andere kant, we zitten nog steeds in die periode van die 80-jarige oorlog. Ook op het gebied van de verdediging van de Republiek, de defensie. Uh, daar moeten ze ook samen in optrekken. Oké, okay. uh, het is dus een statenbond. Ieder gewest is zelfstandig en ze werken alleen samen in die staten generaal. Maar als je dan dat uh, plaatje daar links bekijkt, dan zie je daar in het midden die oranje figuurtjes staan. Daar worden de staten van de verschillende gewesten afgebeeld. Die hebben dus allemaal uh, vertegenwoordigers die ze naar die staten generaal toesturen. Maar je ziet dat niet ieder gewest even groot getekend is. Sterker nog, één gewest valt heel duidelijk op: dat is Holland. Holland is het gewest waar de meeste mensen wonen in die republiek. En waar het meeste geld verdiend wordt. En Holland draagt dus ook veruit het meeste belasting af. En dat betekent ook dat uh, zij de grootste stem hebben in die staten-generaal. Oké, okay, dan zien we er verder op die tekening links uh, zien we allerlei figuren staan. waarbij er twee opvallen: bovenaan de raadspensionaris en de stadhouder. Dat zijn de twee belangrijkste functionarissen binnen dat hele staatsbestel van die republiek. Zij drukken een heel groot uh, stempel op het bestuur van die republiek. En het is dan ook belangrijk om even goed naar die twee functies te gaan kijken. Die uh, functie van stadhouder, die hadden we al gezien. Die stamde uit die tijd van die Burgondiërs. Dat ambt werd ook overgenomen toen uh, de Habsburgers, de Spanjaarden dus, hier uh, de baas werden in de Nederlanden. En in die tijd was een stadhouder een plaatsvervanger van de koning in een bepaald gewest. Nou ja, die koning die werd afgezworen, die Philips II die was er niet meer, maar die functie van stadhouder die bleef bestaan. Dat was in het begin van de opstand, was dat uh, Willem van Oranje nog geweest, maar ja, die is in 1584 vermoord. En uiteindelijk wordt zijn zoon Maurits van Oranje de nieuwe stadhouder. Vanaf 1585 van de gewesten Holland en Zeeland en vanaf 1590 ook van de gewesten Utrecht, Gelderland en Overijssel. Waar zijn Friesland en Groningen? De andere twee gewesten vraag je je misschien af. Nou ja, die kozen een andere stadhouder. Dat was een andere eh, tak van de familie van Oranjes. Maar Maurits was veruit de belangrijkste stadhouder. Wat doet zo'n stadhouder eigenlijk precies? Nogmaals, in de Burgondische en Habsburgse tijd was vooral een toezichthouder voor de vorst. Maar eh, hoewel de naam hetzelfde is, verandert de inhoud van eh, de functie van stadhouder. De stadhouder. Is in ieder geval nog steeds de hoogste gewestelijke functionaris. Hij heeft dus heel simpel gezegd de meeste macht binnen het bestuur van een gewest. Maar wat doet hij dan precies? Nou ja, hij is de opperbevelhebber van leger en vloot. En dat wil zeggen dat hij de militaire leider is. Niet alleen van een gewest, maar Maurits was gewoon de militaire leider van de hele Republiek. De opperbevelhebber, hij had het allerhoogste bevel. En dat is natuurlijk voor een land dat op dat moment al 17 jaar in oorlog is met Spanje, is dat een hele belangrijke functie. We zullen ook zien dat hij die functie goed vervult. Maar uh, dat was niet het enige belangrijke aan de functie van stadhouder. Want de stadhouder kon in de steden ook nog steeds de regenten benoemen. En daarmee had hij dus ook een belangrijke vinger in de pap in het bestuur van die steden. Oké, okay, Maurits van Oranje dus. En je ziet vanaf 1585 tot 1625 is hij stadhouder. En uh, dat is een behoorlijk groot deel van die 80-jarige oorlog. De snelle rekenaars onder ons die hebben gezien dat dat de helft is, namelijk 40 jaar. En onder zijn bewind verovert Maurits heel veel gebieden. Uh, je ziet uh, de donkergroene gebieden, die waren al in handen van de republiek op het moment dat Maurits stadhouder wordt. En hij verovert daar de lichtgroene gebieden bij. Dus zo'n beetje de hele noordelijke Nederlanden die komen onder het bewind van Maurits in de handen van de Republiek. Oké, okay, dit voor de functie van de stadhouder en dan is die persoon van Maurits van Oranje ook al even geïntroduceerd. Die zullen we dadelijk nog even gaan tegenkomen. Maar nu eerst naar die andere functie die we net in het schema zagen, de functie van raadspensionaris. Of eerst werd dat eigenlijk nog een landsadvocaat genoemd. Maar we zullen nu maar van het woord raadspensionaris uitgaan om verwarring te voorkomen het is namelijk precies dezelfde functie. Vanaf 1586 is dat Johan van Oldenbarnevelt, ook een belangrijke figuur in de geschiedenis van de Republiek. Daar komen we dadelijk even op terug, maar eerst maar eens even kijken wat zo'n Raadspensionaris precies is. Nou, die Raadspensionaris, die kwam uit Holland en we hadden net al geconcludeerd dat Holland veruit het belangrijkste gewest was. De Raadspensionaris was de hoogste ambtenaar binnen dat gewest. Daarnaast was hij ook de vertegenwoordiger van het gewest Holland in de Staten-Generaal? En omdat Holland het belangrijkste gewest was binnen die Staten-Generaal, was feitelijk de raadspensionaris dus de leider van die Staten-Generaal. Eigenlijk een soort minister-president dus. En dat blijkt ook uit het volgende belangrijke punt dat bij de functie van raadspensionaris past, namelijk dat de raadspensionaris de vertegenwoordiger van de republiek was in het buitenland. Als er overleg moest worden gepleegd met Engeland, of als er uh, vredesonderhandelingen zouden komen met de Spanjaarden, dan was de raadspensionaris er altijd bij betrokken. Nou ja, en dat is dus uh, Johan van Oldenbarneveld een hele lange tijd, van 1586 tot 1619. En um, nou ja, dan eindigt zijn uh, raadspensionarisschap ineens heel triest, want hij wordt ter dood veroordeeld door, um, door Maurits van Oranje. En hoe dat precies zit, daar gaan we het nu even over hebben. Want dat is raar. Want ze hebben heel lang saai en saai opgetrokken. Het zijn vrienden van elkaar. Maar uiteindelijk veroordeelt Maurits van Olderbarneveld ter dood. En hoe kan dat? Nou ja, dan gaan we dus weer even terug naar die Nederlandse opstand. Die 80-jarige oorlog. Die is nog steeds bezig. Terwijl ik net dat hele verhaal al verteld heb. En we zagen net wel de militaire successen van Maurits. Ondertussen lijkt Spanje toch de hele tijd sterker te zijn. Maar de Spaanse financiën die raken langzaam uitgeput. En dat heeft twee redenen. Eentje hebben we al in hoofdstuk 2 gezien. Dat was namelijk het verlies van die Spaanse Armada in 1588. Dat was de grootste oorlogsvloot uit haar tijd. En die kostte dus enorm veel geld. En ja, die was nou ineens verloren gegaan. Dus dat was een flinke strop voor de Spaanse schatkist. Want die vloot moest weer opgebouwd worden. En daarnaast kostten al die conflicten die er in de rest van Europa waren, de Spanjaarden ook heel veel geld. Want zij gingen dus zich bijvoorbeeld bemoeien met die burgeroorlogen in Frankrijk. Philips II ging de Franse katholieken steunen. En ook dat kostte heel veel geld. En hij had ook nog steeds gewoon geld nodig voor die Nederlandse opstand, maar ja dat was er dus steeds minder en de Spaanse schatkist die raakte leeg. En dan zie je dat uh, de opvolger van Philips II, zijn zoon Philips III, de dat die besluit van nou ja misschien moeten we dan toch maar eens met uh, die eigenwijze Nederlanders gaan praten over vrede. Er worden allerlei vredesonderhandelingen worden er ondernomen. En de raadspensionaris speelt er dus een belangrijke rol bij namens de Republiek. Maar uiteindelijk komen ze niet tot een definitieve vrede, omdat ze geen oplossing weten te vinden voor de geloofskwestie. De Republiek wil graag dat de protestanten in het zuiden niet langer vervolgd worden. En Spanje eist juist godsdienstvrijheid voor de katholieken in de Republiek. En ze wilden er allebei niet aan toegeven, dus ze komen niet tot een definitieve vrede. Maar er wordt wel afgesproken dat er voor twaalf jaar lang in ieder geval niet gevochten wordt en het twaalfjarig bestand begint. Twaalfjarige vrede tussen Spanje en de Republiek van 1609 tot 1621. En je zou zeggen dat is mooi voor de Republiek, maar dit is juist een periode waarin er binnen de Republiek heel veel gebeurt. Denk even terug aan die Johan van Oldenbarnevelt. Ik zei net al, hij wordt ter dood veroordeeld door de Stadhouder Maurits van Oranje. En wat was zijn sterftejaar ook alweer? Juist 1619. Binnen dat twaalfjarig bestand dus. En dat twaalfjarig bestand is een periode van grote verdeeldheid binnen de republiek. En op beide gebieden, de politiek en de religie, staan uh, die stadhouder Maurits van Oranje en die raadspensionaris Johan van Olderbarneveld tegenover elkaar. En ze proberen allebei zoveel mogelijk aanhangers te krijgen. Oké, okay, nu eerst even het verhaal van de religie en dan moet ik bijzeggen dat dat uh, iets is dat alleen VWO-leerlingen voor een eindexamen hoeven te kennen. Havo-leerlingen hoeven dit religieuze conflict niet te kennen, maar uh, die moeten dan maar even het filmpje doorspoelen totdat ze zien dat er aan de politieke kant, de linkerkant van het scherm van alles verschijnt. Je kunt natuurlijk ook even blijven luisteren, want je wordt er nooit dommer van, denk ik dan. Maar goed, wat behelst dat religieus conflict? Nou ja, dat heeft vooral te maken met het Calvinisme. En een van de opvattingen van Calvin was die van de predestinatie. God die heeft al lang beslist wie er in de hemel komt en wie er in de hel terecht komt. En daar heb jij als mens geen invloed op. Je hebt er ook geen weet van. Dat zie je wel wanneer je doodgaat. Dat was de opvatting van Calvin. Ja, en over die opvatting, daarover ontstond een strijd binnen de republiek. Want er was niet iedereen het mee eens. En een iemand die het er niet mee eens was, dat was Arminius. Hij zei namelijk dat uh, mensen wel degelijk invloed konden hebben op of zij in de hemel of in de hel terecht kwamen. En daarmee week hij dus af van die opvatting van Calvijn. Nou, dan zien we daar rechts Comare staan. En dat was een orthodoxe Calvinist. Die zei: Nee, Calvijn heeft gewoon gelijk gehad. En de mens heeft totaal geen invloed op of hij in de hemel of in de hel terecht komt. De enige die dat heeft is God. Voor ons misschien een kwestie dat je denkt van ja waar maken die mensen zich druk om? Voor ons speelt het geloven over het algemeen een minder belangrijke rol. Maar in die tijd was het echt een heel belangrijke kwestie. En uh, die kwestie verdeelde ook die stadhouder en die raadspensionaris. Want Arminius die werd gesteund door Johan van Oldenbarnevelt door de raadspensionaris. En uh, Maurits van Oranje de stadhouder die koos juist partij voor Gomaris. En ja, er waren allerlei twisten tussen de aanhangers van Arminius en Gomarus. En dus ook tussen de aanhangers van Johan van Oldenbarneveld en Maurits van Oranje. En er moest een oplossing voor komen. En uiteindelijk kwam hij er in 1619 in Dordrecht met een zogenaamde synode. Een nationale protestantse kerkvergadering. Daar werd besloten dat Arminius geen gelijk had en dat Gomarus gelijk had. En dat was dus nogmaals. Hetgeen Calvijn ook al zei: alleen God beslist en alleen God weet of jij in de hemel of in de hel terechtkomt. En als mens heb je daar geen invloed op. Nou ja, dit is een kwestie waarbij uh, Maurits van Oranje, de stadhouder, dus uiteindelijk aan het langste eind trok. En uh, waarbij uh, die Johan van Oldenbarneveld, dus het onderspit delfte. En uh, dat is jammer voor hem, want hij had juist al twee jaar eerder, in 1617, de scherpe resolutie aangenomen samen met de Staten van Holland. En de resolutie is een besluit. En scherp geeft al aan dat het een pittig besluit was. Want wat zei hij namelijk namens de Staten van Holland? Uh, hij zei het volgende: Er moet voor deze kwestie geen nationale synode komen, want elk gewest moet zelf kunnen beslissen waar zij staan. Een bepaald godsdienstig conflict. En dat moet niet voor alle gewesten gemeenschappelijk geregeld worden. Nee, ook daar, zei uh, Van Oldenbarneveld dus, ligt de soevereiniteit bij de gewesten. Nou ja, je, je ziet al, er komt uiteindelijk wel een synode twee jaar later, dus daarin zie je al dat hij uiteindelijk heeft verloren. Maar dat was niet het enige wat de staten van Holland zeiden, want ze beslisten nog iets anders in die scherpe resolutie. Iets wat Maurits heel erg boos maakte. Uh, de staten van Holland, die zeiden namelijk dat. Iedere stad in Holland toestemming kreeg om zelf troepen in te huren om eventuele godsdienstonrusten de kop in te drukken. En die uh, troepen die ze inhuurden, die stonden niet uh, onder het gezag van de stadhouder, maar die stonden onder het gezag van uh, de staten van Holland. En daarmee was uh, Maurits van Oranje wel heel erg op zijn tenen getrapt, want hij was immers de opperbevelhebber van leger en vloot. En nu zeiden de staten van Holland ineens: ja, maar er mogen blijkbaar dus ook legertjes zijn die niet naar de stadhouder hoeven te luisteren. Dus daarmee zette Van Oldenbarneveld de kwestie helemaal op scherp. En dat was eigenlijk ook de definitieve breuk tussen Van Oldenbarneveld en uh, Maurits van Oranje. Nou ja, en dan komen we meteen bij dat uh, politieke gedeelte aan. Want je ziet ook al dat er achter een religieus conflict allerlei politieke motieven zitten. Want het gaat natuurlijk ook over de vraag welke macht de gewesten hebben ten opzichte van de andere gewesten, ten opzichte van de staten-generaal. En uh, dan pakken we even die verdeling erbij. Nogmaals, Holland was dus veruit het belangrijkste en het machtigste gewest. Maar het moest zich dus vaak wel schikken via die staten-generaal naar de wil ook van uh, de andere gewesten, of in ieder geval naar de algemene wil. En uit die scherpe resolutie blijkt dus al, daar hebben wij als Holland niet altijd zin in. En daarover ging die politieke verdeeldheid. Waar lagen nou eh, de belangen van de gewesten tegenover die van de Gele Republiek? En dan in het bijzonder, hoe stond Holland tegenover de andere gewesten? En Holland zei dus heel duidelijk, onder leiding van eh, Johan van Oldenbarnevelt, wij kiezen vooral voor ons eigen belang, maar uiteindelijk moest hij het onderspit delven... En uh, wordt hij uh, in opdracht van zijn voormalige vriend Maurits van Oranje opgepakt en wordt hij uiteindelijk onthoofd in 1619. En daarmee is de rol van de raadspensionaris, uh, die wordt een stuk kleiner en de macht van de stadhouder neemt alleen maar toe. En dan gaan we eens kijken naar de opvolger van Maurits van Oranje. Uh, dat is namelijk de volgende persoon, Frederik Hendrik. Die wordt uh, de stadhouder en die weet die positie van de stadhouder binnen het bestuur van de Republiek alleen maar verder te versterken. En uh, die is uh, ook dus de opper opperbevelhebber van leger en vloot nog steeds. En je ziet hier blauwe pijltjes op dat kaartje staan. Dat zijn militaire offensieven die onder leiding van Frederik Hendrik worden genomen. En die zijn ook succesvol. Want de Republiek verovert allerlei gebieden op uh, Spanje, waaronder. Uh, gebieden die later bekend komen te staan als de Generaliteitslanden. Binnen deze gebieden wist Frederik Hendrik uh, belangrijke strategische plekken te veroveren, zoals Den Bos en de omgeving, en Breda in haar omgeving, en ook uh, Maastricht in haar omgeving. En nou ja, daarmee kwam eigenlijk uh, een einde aan die 80-jarige oorlog. Want nu wilde Spanje helemaal vrede hebben. En uh, Frederik Hendrik, die ging al voordat die vrede er uiteindelijk ook kwam, ging in overleg met Frankrijk. Met die kardinaal Richelieu, die uh, adviseur van die koning Lodewijk XIII. En zij spraken met elkaar over de onderlinge verdeling van de zuidelijke Nederlanden. Tijdens de 80 oorlog waren die nog in handen van de Spanjaarden. Maar uh, Frederik Hendrik en Richelieu die dachten misschien moeten we die wel gewoon verdelen als wij dadelijk de oorlog hebben gewonnen. En er hebben heel veel over gepraat, maar uiteindelijk wordt Frederik Hendrik toch teruggeroepen door onder andere de Staten-Generaal, want men is bang dat als ze het gaan verdelen, dat ze in één keer een heel machtig Frankrijk als buurland krijgen en daar hebben ze ook niet zo'n trek in. Dus die afspraken komen er uiteindelijk niet. Wel komt er in 1648 een einde aan die 80-jarige oorlog met de zogenaamde Vrede van Münster. Daarmee werd vrede gesloten tussen Spanje en de Republiek, maar. Daarmee kwam ook een einde aan die 30-jarige oorlog in die Duitse gebieden die we net zagen. Ook op dat gebied werd vrede gesloten. Wat zijn er verder nog belangrijke bepalingen die erin staan? Nou, dit is wel een heel belangrijke. De republiek werd nu officieel als onafhankelijke staat erkend. Ze hoorden er nu dus voort helemaal als onafhankelijk land bij. En bovendien mocht die republiek dus de gebieden die ze veroverd hadden op de Spanjaarden. die mochten zij houden, die hoefden zij niet aan de Spanjaarden terug te geven. En dat zijn de gebieden die je op dat kaartje links onder de paarse lijn ziet staan: Staats-Vlaanderen, Staats-Brabant en Staats-Overmaas. En dat waren dus de generaliteitslanden, die term zagen we op de vorige dia ook al. En die naam danken zij aan het bestuur dat er in die gebieden kwam, want zij kregen namelijk geen eigen bestuur, zij kregen geen gewestelijke staten, maar zij werden bestuurd door de staten generaal. En vandaar dat dat generaliteitslanden werd genoemd.